we gaan op kamp naar Ameland. En het thema is bouwen. Bouwen aan het afscheid. En wat mooi dat er in heel Friesland dat thema weer naar voren komt. Wat mooi dat er zo aan meegewerkt wordt. Fantastisch. Overal wordt gewerkt en gebouwd. Wat is dit? Of wil je er niet over praten? Nee, dit is onze surprise, want het is alweer bijna december. Wij dachten, we nemen pas mee. Ja, leuk. wat is dit nou dan? Hey? Zandkastiel. Doei! Ja, doei! We gaan de boot op. Het ding gaat ook de boot op. Fantastisch, het water op. En als we dan Ameland zien liggen, dan zien we dat ook daar gebouwd wordt. Ook daar is men druk in de weer. Op de pier en aan de dijk, overal wordt gewerkt en gebouwd. Klaas die draagt zijn steentje ook bij. En wij, we zijn er. En de schepjes die zijn ook mee voor de zandkastelen. Nou, zand is er genoeg, dus dat is geen enkel probleem. Een opening speech. Ameland is heel erg leuk en we hebben er heel veel zin in. We zien jullie later terug. We zien jullie later terug. Nou, dat is mooi gesproken hoor. Dat is mooi gezegd. Nou, als je nou in opbouwt met film, dan kunnen we fietsen huren en dan kunnen we naar ons boerderijtje. Oké. We gaan fietsen huren en we gaan naar ons boerderijtje. Tuurlijk, groot gelijk. Maar eerst even naar Nes. Voor een laatste zwoere blik. En dan op de fiets. Ook aan de wegen op Ameland wordt gewerkt. Dat kun je wel zien. Maar eerst moeten we natuurlijk nog eventjes een paar boodschapjes doen. Hey! Ik zit gewoon even een appetitje. Ik heb dorst. Dorst? Ja. Nou, dan werken we aan onze... Slaap het nestje, zeg maar. Ach, de schepjes zijn gearriveerd. Dag. Nou, als je twee eruit maakt. Dag. Nou. Hé, kijk, die Jan is ook heel klaar voor te zien. Oh, niet veel, maar. Nee. Waar lig jij dan? Nee, staat er een kip in de kamer. Ik ben wel vanavond gaan eten. Nou, als dat dan allemaal gebeurd is, dan kunnen de eerste gesprekken plaats gaan vinden. En er wordt gebouwd aan het uiterlijk. Nou, en dan gaan we naar de Fredpol. Oh, wat een oud gebouw. 1663 is het gebouwd. Hij heeft hem niet. Oh! Ik doe echt zo'n noordelijkje. Dat staat erop hoor. Dat wordt het intro van de film. Het is wel weggegaan, hè? Stress dan. Ja, heerlijk. Nou, dat ziet er lekker uit. Oh. Wat eet je nou? Handen. Ja, camera uit met z'n spieren, hoor. Nou, maar nu mag hij wel, ja. Doe dit thuis ook, Jacques? Ja. Oh. Ja, dus mijn draagkamer. Hallo. Hoe vind je het tot nu toe? Nou, Riewert, ik moet zeggen dat het me eigenlijk wel meevalt. Ja, had je het dan... Ik had een hele grote bende verwacht en een groep dat helemaal niks zou worden. Een grote chaos had ik verwacht. En dat valt dus echt mee, zeg maar? Ja, dat valt me wel mee, ja. Gaat het nog toe wel redelijk geordend? Gaat goed. Nou, mooi. Dat is heel leuk, hoor. Ja. Ik hoor mijn naam, ik moet even... Riewert, ja. Hoe vind jij het tot nog toe? Ik vind het echt heel leuk. Ja? Mooi. Ja. Nee, ik vind nog geen bal aan, maar dat is natuurlijk niet belangrijk, want het gaat er allemaal om hier. Daarom, meen ik zeer dat natuurlijk. Ja. Mag altijd. En doe best een ding, dus moet je. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan nu naar het strand. Een strand. Leuk. Ja, ik heb erg veel zin in. Ja? Ja, dan komen we nu bij het gevoelige deel van de film. Ne me quitte pas. Laat me niet alleen. Oubliez le temps
des malentendus et le temps. Onze wegen gaan scheiden. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Laat pas, me niet. Ne me quitte Allez. Pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Ja, dat is heftig. Zo'n emotioneel stukje. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Een laatste blik op het strand. En dan gaan we weer terug naar onze boerderij. Muziek en gezellige spelletjes maken de avond compleet. De stelling van het is blauw, een soort van blauw. Sjoutje. Ja, sjoutje. Ja. Gezond eten. Hè? Jij eet gezond. We zijn nog zonder school, dus ik geef jullie inderdaad het goede voorbeeld. Het is een naaie dij, mensen. Het is een naaie dij. Hey, dat is een mooi, dat is een mooi liedje, hè? Het is een naaie dij. En meer ken ik ook niet. Nou, helemaal liedje. Het is een naaie dij. Wauw. Nou, dat loopt gelukkig goed af. Aaron moet nog wakker worden gemaakt. En hoe gaan we dat nu doen? Goedemorgen, jongen. Ja hoor, daar is die. Jazeker. Maximaal. Dus dan als ik nu met twee ga, dan kunnen er 60 personen. En dan gaan we eruit, even naar de vuurtoren. Maar ja, die is nat. Dus we bekijken hem even van buiten. Hij is rood en wit.
En dan gaan we gewoon weer lekker weg. Op weg naar het strand. Want dit wordt niks. Dat kunnen we zo wel zien. Ja? Daar gaan de meisjes. En daar gaan de jongens. Op weg naar het idyllische strand van Ameland. Prachtige. En op Ameland wordt nog stevig gebouwd. De kerk die afgebrand was, die is inmiddels bijna weer helemaal mooi. Er wordt met gouden handjes aangewerkt. En vroeger werd er ook al gebouwd, 1623. En 1732 werd er al gebouwd. En 1741. En 1732 ook. Wat is er veel gebouwd op Ameland. En nu? Nu wordt er gebouwd aan onze pizza. Hallo, gezellig. Ja, heel erg. Goede gesprekken aan tafel. Monique. Hi. Je moet alle koken even doen. Zo. Het is gefilmd. Moet je vertellen nog een pizza? Nou, zo wordt er heel wat afgekeuveld. Maar wij hebben natuurlijk oog voor detail. En we gaan even onze ogen richten naar de bouw van dit prachtige pand. Houten spanten. Allemaal aangevoerd naar Ameland. En zo zie je maar weer dat er ook in de pizzeria gebouwd wordt en is. En wij bouwen samen aan een heel gezellige avond. Ik kon hem even niet meer vinden. Ik was ook op zoek naar dat kerkje, maar toen niet. Het was een beetje door die douw, die mist, was helemaal mijn oriëntatie. Nee, jongens. Als dessert nemen we een lekker vers softijsje toe. Nou, dat is lekker hoor. Dat kan er vast nog wel bij. Vanilla ijs. Hè? Peter? Let's go! Ja, het is echt geweldig en we zetten het feest gewoon binnen voort. We gaan weer dansen! Nou, het is heel gezellig, maar ik zeg wel trusten. Ja, de keuken is gewoon dankzij de medewerking van mijn collega Rieuwe Medema en een paar hele goede onderwijsassistenten is een de boel feestgang. Ja, feestgang. Hè? Dus klaar voor vertrek, zeg maar. We zijn klaar voor vertrek. Ready to start. A new chapter on this day. Ja, en dan is het alweer voorbij. Een laatste ochtendmaal. En dan is het tijd van inpakken. Dat ging snel. Afscheid nemen bestaat niet.
Maar wat zien we daar nog staan? Ik zie de schepjes. Die hebben we helemaal niet gebruikt. De schepjes worden gewoon ingepakt. Nou, nooit voorbij, gebruikt. Hè? Ja. 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 Ben blij mee dat het voorbij is. Ja. Lekker naar huis. Lekker naar huis. Ja. Lekker naar huis. Gelukkig. Zeker. Ik word gebeld door Mem. Oh jongens, Mem. Ja, Mem. Hallo Mem. Kijk hoeveel je van je moeder. Je jezelf zo schuif. Hey schoonmoeder. Was in de aanzoek? Nou ook even in de camera kijken. Dit was een stille hem, joh. Nou, stil. Stil, oké. Okay. Duidelijke hem. Nou, dames en heren, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Oh, prachtig gesproken. Ja, de tijd van gaan is nu gekomen. Dat is voor dit kamp zo en dat is eigenlijk voor de opleiding zo. Het was geweldig. Jullie waren geweldig. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Oeh, tot ziens. Wiedersehen. Tot ziens. Tot ziens. Doel. Bedankt. Doel. Doel. Oh, oh. Tot ziens.